Hier zijn op Body to Body Slavomir en Sita. Als een elfje ging je over het ijs. In het paars, prachtig. Hoe ging het voor je gevoel? Hey! Ja, er zit een hoop hoor, fans. Ja, leuk man. Het is zo zwaar, deze dans. Ik ben helemaal buiten adem. Ja, schat, ik weet het. Slaven ook. Het gaat zo snel, maar het was heel gaaf. En volgens mij ging het wel oké. Ben je... We gaan even kijken ook. En wat ik ook zo mooi vind, in zover ik er verstand van heb, dat er ook zoveel vaart in zit, Sita. Ja. Je denkt ook, het zal allemaal wel. Ik ben toch buiten adem. Ja, maar met zo'n snel nummer moet je wel lekker vaart hebben. Tuurlijk, maar dat is ook een mooi gezicht. Nou, zie ik je op zijn arm helemaal rood. Ben je met de schaats even in zijn arm blijven hangen? Oh ja. Ja, nou, het is een kleine bloeduitstorting, maakt niet uit. Instead of me, ja. I always get the is het painful or is het oké? Okay? No, it's fine. Wat een sterke kerel heb je toch ook, hè? Oh. Kijk maar eens eventjes. Naar die armen. Kijk eens even. Yep. Hier hou je schaats ook nog vast, hè? Ja. Wauw. Ja. En dan gaan we los. Want we zagen in de repetitie schillen, maar dit is toch in het begin wel een beetje eng, denk ik. Ja, in het begin is het heel eng. En vooral die eerste lift ook. Dat hij me zo achterstevoren oppakt. En dan moet ik met mijn... Oh, sorry. Schat. Dat hij me achterstevoren oppakt en dan moet ik haken achter zijn been. Ik heb hem ook twee keer met mijn schaats gestoken. Ja. Met de repetities ging het ook nog helemaal fout. Maar volgens mij ging het niet. Kijk Thijs, dit is ook een hele bijzondere lift. Dat bedoel ik. Het lijkt me dan zo erg ook dat je been zo uitgerekt wordt. Prachtig. Ja. En dan moet ik zo onder zijn arm door en dan zo. Dat was wel even een toestandje. Maar het is wel een man om lekker in te hangen, hè? Ja, dat wel. Ik ben ook nooit bang geweest. Nee, dat begrijp ik. Leuk voor je, Sita. Maar goed, desondanks, desalniettemin, ik vond het enig, ik heb genoten. Maar het is tijd voor de jury. Ga richting Nens en ik wens jullie alle succes. Oké. Dames en heren, Slavomir en Sita. Zo meid, de laatste, hè? Dan moet je wel heel lang wachten op je oordeel. Ja, dat was wel best zwaar op zich, hoor. Ja, dat is zo lang als dit. Nu wil ik wel een keer. Nou, je bent geweest. Ik ben heel benieuwd wat de jury ervan vond. Jane? Ja. Sita, Slavo, hi. Het was een afwisselende keur. Met veel elementen en variatie erin. Goede vaart zat erin. En ik vind dat je ook qua techniek vooruitgang geboekt hebt sinds vorige week. De liften en de combinatieliften ging moeiteloos. Ik zou alleen nog één ding van je vragen voor volgende week.
iets meer aan je expressie, je uitdrukking qua gezicht te geven. Oké. Meer lachen misschien, ik weet het niet. Ik heb je wel zien lachen. Peter? Nou, ik sluit me aan bij Jane dat je vooruit gegaan bent. Maar ik vond juist dat je vandaag zoveel expressie had. Dus ik vond in die pasjes dat je daar stond, dat je echt met je partner met de ogen werkte. En het kan natuurlijk nog beter. Maar jij groeit langzaam, maar we kunnen van jou nog allerlei verrassingen verwachten. Als je je helemaal safe voelt, dan ga je uit je bol, denk ik. Dat is wel de bedoeling en daar heb ik heel zin in. Ja. Ja. Oeh, ze kan niet wachten, ze staat te trippelen. Nou, dankjewel voor jullie commentaar. Nu nog de laatste cijfers. Heel spannend wat jullie ervan gaan maken. Jane. Het gebeurt niet vaak dat ik op een één avond twee tiens geef. Maar nu krijg je ook een tien. Een tien van Jane! Peter. Een negen. Een negen? Sluit ik me weer aan. Een 9. Ook een 9. Nou. Mark, kom de laatste. Mooi gedaan, maar je mist iets. 9. Okay. Een 9. Nou. 9.3. Niet verkeerd. Niet verkeerd. Nee, absoluut. Maar ziet dat dit waren gewoon de punten van de jury. Nu is het dus weer aan alle mensen thuis om hun stem te laten gelden. Dus ook voor Sita. Want ze kan in de skate-off terechtkomen. Dat willen we niet. Dus als u dat ook niet wil, bel dan naar 0909-0319 of sms het woord Sita naar 4600. Heel erg knap gedaan. Dankjewel. En tot zo!